Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. Vandaag ben ik hier nog eens een keertje met lezen van jullie reacties. Het is weer een maandje geleden, dus daarom heb ik weer een paar reacties verzameld van jullie om deze een keertje te gaan voorlezen. Ik wil er wel eventjes bij zeggen, ik zit deze keer, normaal sta ik altijd recht, maar ik ben niet zo goed opgestaan vandaag. Mijn goesting ligt eigenlijk in mijn bed hierachter. En ja, ik dacht, ik ga toch proberen een video uit te brengen, dus daarom een lezen van jullie reacties. De eerste reactie van RM, heb je nog een bucketless baantje en een bucketless park? Vraag voor de volgende video. Ga zo door! Een bucketless baantje? Oh, ik zou heel graag in een pretpark willen werken. Maar op dit moment is de job die ik doe, dus programmeur, eigenlijk zelf al een heel fijne job. Um, ja, een bucketless baantje. Ik heb vroeger zoveel bucketless baantjes willen hebben. Zoals een ja, pretparkje werken. Um, wat was het nog? Chauffeur. Ja, het klinkt misschien heel gek, maar dat is ook. Of, of iets met auto's rijden. Of gewoon, gewoon rijden. Ik rij extreem graag. Een bucketless parkje? Oh. Er zijn zoveel parkjes die ik wil doen en, en ja, dat, mm, eentje daarvan was energielandia waar we naartoe zijn geweest in Polen. Dus uh, dat was eigenlijk al een bucketlist-parkje. En nu, ja, dan moet je echt buiten, buiten België, buiten Nederland, buiten de hele Benelux gaan kijken. Dus um, zelf weet ik nog niet echt waarom ben ik zo overbelicht? Ah, Randy Gaming, hey Hans, alles goed? Ja, vandaag ietsjes minder, maar we moeten doorgaan. Met mij wel. haha, is een reactie. Dank u. En wat is je droomauto? <laughs> ik ken niks van auto's, dus ik kan er moeilijk op antwoorden. Um, mijn broer zou er dreigend op kunnen antwoorden, maar ik helemaal niet. Um, ik heb niet echt een droomauto. Ik zou het eigenlijk niet echt weten. Of je moet zeggen dat dit een droomauto is, misschien. Huh? Dat kan. Of deze. Ja, ze passen amper op de camera, zo groot, zo groot zijn ze. <laughs> Maar nee, ik weet dus eigenlijk niet echt wat mijn droomauto is. Um, als ik iets van auto's wist, kon ik het zeggen, maar... Nee, de Maasjes, als ik het juist uitspreek. Mijn excuses als ik het fout zeg. Dag Jens, hele mooie video. Dank je. Kan je binnenkort de Efteling eens bezoeken? Groeten. Um, misschien. Um, het hangt ervan af. Of het, wel gaat het in de wintertijd zijn of wel gaat het al volgend jaar zijn. Ik moet nog altijd Max en Moritz en ik moet ook nog de Python doen. En ik denk dat ik dan alles heb gedaan van de Efteling. In België ben ik bijna volledig klaar. Ik moet nog één achtbaan meenemen in België. En dan heb ik alles gedaan. Ik ben laatst met Jonas naar um, Plopsaland te geweest om de Ride right to Happiness te doen, dat was met de speciaal abonnementenavond, en daar gaat binnenkort ook een video van uitkomen. Eerst komt nog de Toverland Camping, dan komt dat nog, en jij je hebt het misschien opgemerkt: er zijn vrij veel uh, video's uitgekomen van pretparken. Dat komt omdat ik meer tijd voor mijn eigen aan het nemen ben, ik wil meer ontspannen, en daarom ben ik naar verschillende pretparken aan het gaan. En wil je toch nog iets meer achter de schermen volgen, dan kan je ook altijd naar uh, de volgende pagina gaan, en dat is deze. Oh ja, hallo. <laughs> Dat is namelijk Jouisers op YouTube. Dat is eigenlijk mijn kameraad die meegaat altijd naar het pretparkje. En hem kan je dus ook volgen voor andere pretparken. net hetzelfde als onze hele pretpark trip. En dan gaat binnenkort ook alle video's online komen van wat wij laatst allemaal hebben gedaan. Achter de schermen met Jens. <laughs> De volgende reactie van Thijs. Hele handige video Jens. Had het heel erg nodig. Ga zo door. En zo gaan er nog een hoop reacties gaan komen. Het is dus, zalig om jullie reacties te lezen. Het waren er ietsjes minder, dan, ietsjes minder dan normaal. Maar ik denk dat dat te maken heeft richting naar de school te gaan. Want de school in Holland of in Nederland zijn al langer bezig dan hier in België. Dus ja, minder kijkers. Vrij normaal. Dat maakt mij op zich niet zoveel erg uit. Maar ja, ik probeer zoveel, zo goed mogelijk mijn best te doen. Ook al ben ik een beetje slechter uit bed gekomen of zo. Ik probeer voor jullie ja, video's te maken en dan video's uit te geven. Dus ja, het is fijn om te horen dat mensen het leuk vinden. Dat de video's gemaakt worden. En dat ik dat, dat ze het ja, erg nodig hadden. Jens Gamer, die kom ik vaker tegen. Weer een leuke video, Jens. Ik kijk elke keer weer met een grote glimlach naar je video's. En het is leuk om je video's te blijven kijken. Love and keep going. En dat ben ik zeker van plan. Keep going ga ik sowieso verder doen. En liefde, dank u voor de liefde. Ja, een grote glimlach. Dat is altijd fijn hoor. Oeh, daar ging mijn stem. Het is altijd fijn om te horen als je een glimlach krijgt voor naar video's te kijken. En het maakt, voor mij, maakt mij ook heel blij. Als ik s'avonds aan het scrollen ben en ik hoor de reacties en ik zie van deze reacties, ja, dan word je gewoon spontaan blij. Zoals die smile hier achter mij. Daar, oh, dat spiegelbeeld. Dus ja, beetje lachen. Kan, ja, ja. Elias Plays kom je ook heel vaak tegen. Yo maat, ik begin weer je video's te kijken van Discord Bot Tutorials. Thanks dat je dit doet. Ik leer er best wat veel van. Ja, de Discord Bot Tutorials met vers. 13 zijn ondertussen begonnen. Ik zelf leer ook nog altijd redelijk wat dingetjes bij. Ook voor mijn job zelf en ook natuurlijk voor deze tutorials. En het is. Het is altijd leuk als ik jullie reacties zie. Als ik jullie, als ik deze video's doe, dat zorgt er gewoon voor dat je motivatie krijgt om verder te blijven gaan. Het is nog altijd een hobby. Ik heb een vaste job en daarboven op deze hobby. Daarboven heb ik nog een andere hobby, zoals afval rapen hier in de buurt. Dat doe ik ook nog voor de buurt proper te houden. Dan heb ik nog een andere hobby met pretparken bezoeken en op hotels te gaan. Ja, ik heb vrij veel hobby's en dan met de hond ook nog. Dus. Het is veel. Maar het is gewoon fijn om erachter te komen dat mensen het zo leuk vinden. Dat je de video's maakt. En dat ze het ook appreciëren. Dus ja. Bedankt Ilya yes, Daar hebben we hem. Daar hebben we hem. Opnieuw. Dat was precies een moeilijke zin. Daar hebben we hem. Daar hebben we hem. Opnieuw. Jens Gamer. Nice video weer. Je bent nog beter dan een leerkracht die het maar saai uitlegt. Een zeer leerzame video waar mensen heel veel mee kunnen doen. Keep going. Love. En ja. Dat hoor ik vaker. Zelfs een docent zei ooit tegen mij. Jens Ga je niet eens in, op een radio werken of ga je niet eens een docent zelf worden? Hebben anderen ook nog tegen mij gezegd: van ja, Jens, je kunt beter docent worden en les gaan geven. Aan de ene kant wil ik dat wel doen. Omdat op de manier zoals ik dit uitleg op YouTube, heb ik ook lessen gekregen van een docent en dat is mijn job geworden. Dus ja, ik vind het gewoon de normaalste zaak. Je moet gewoon alles redelijk simpel maken. Ook het uitleggen zelf is vaak moeilijk voor mensen en voor mij is dat natuurlijk. Ik doe het gewoon heel graag en ik wil gewoon uitleggen hoe het makkelijk kan, in plaats van heel moeilijk om een saaie, ouderwetse manier. Dus als je aan leerkracht kijkt, zorg dat je je lessen wat vleurig maakt en dat je wat, ja, makkelijk maakt, niet te moeilijk. Ja, maar soms heb je saaie materie. Ja, maakt die saaie materie minder saai? Dat is soms een beetje moeilijk. Hoe <laughs> je een magneet naar iemand zijn kop of zo, dan is het ook wel interessant die te doen. <laughs> dat maakt het veel lawaai. Jari Remmers, die ben ik nog niet tegengekomen. Waarom heb je nog geen miljoen abonnees? Je bent namelijk de beste. 1 miljoen. Uh, nee. Wauw, ik moet me scheren. <laughs> Zie ik nu pas. Uh. Maar 1 miljoen abonnees, dat zou wauw zijn. Dat zou fantastisch zijn, maar dan zou het mijn job zijn, denk ik. <laughs> 1 miljoen abonnees, ja, wauw. Als je dat kunt hebben, het zou gigantisch veel zijn. Dat zou heel fijn zijn. Maar uh, ja, waarom heb ik hier de laatste tijd? Vragen er heel veel aan mij. Hoe komt het dat je zo weinig abonnees hebt? Ja, algoritme van YouTube, niet al te veel video's. Misschien bepaalde dingen die niet zo interessant zijn. Ik, ik ben er niet mee bezig. Bedankt man, jeez, je hebt veel kennis over plugins. U heeft me al zoveel geholpen. Ja, kennis zou ik niet echt zeggen. Ik open de pluginpagina, ik vertaal dat in mijn eigen hoofd, ik lees dat volledig, ik steek dat in mijn mensentaal en ik presenteer het naar jullie toe. En dat is eigenlijk ongeveer wat ik altijd doe. Dat is echt gewoon En, Wacht, ik hoop dat dit nu te goed gaat bollen. We zullen het wel zien, we gaan toe op het juiste knopje. Jullie gaan. Oh, dit gaat zo vreemd zijn. Haha. <laughs> um... Hallo. <laughs> dus wat ik meestal doe, is een hele dingen maken. Dus dit is eigenlijk een hele script. Dus ik lees de website, ik maak een heel script, ik schrijf het hele script uit en dat lees ik grotendeels. Dus uh, daarom dat je me soms aan de zijkant ziet kijken. Maar voor bijvoorbeeld Discord bots, dan lees ik het meestal, omdat dat dan code is. Maar dit is gewoon eigenlijk de tekst die ik ga gebruiken met alle linken die nodig zijn. En dan kan ik de uitleg doen. En dan heb ik zoiets als dit hier openstaan met heel veel schermpjes. En teksten Nog meer achter de schermen met Jens En mijn stem is er dan begeven Ah, ik moet zelfs nog een video opnemen Van Discord vanmorgen Want ik heb een familiefeest Ah, niet zo schreeuwen Uw stem Dus ja, Tristan Bedankt voor je reactie Tigo Meer Ik ga niet roepen Want mijn stem Love naar jou Je betekent veel voor me In het gebied van programmeren Ja, vrij veel mensen blijkbaar um, Ja, het is gewoon de manier van uitleg. Uh, ik maak het redelijk simpel. Ik ga ervan uit dat je wel een beetje de basis kent. Maar ik maak het zo simpel mogelijk. En soms is het te simpel. Waardoor dat, dat ik an van andere mensen reactie kreeg van... Jens, je moet objectgeoriënteerd werken. Wat inderdaad klopt. Jens, je moet dit aanpassen. Wat inderdaad klopt. Maar het werkt ook zo op deze makkelijkere manier. Waarom zou je het ingewikkelder maken voor beginnelingen? Eh. Dus ja, <laughs> bedankt. En, is, ik, ik heb laatst zelfs uh, reacties, mails gehad van mensen. Jens, geef jij lessen? En geef jij bijles uh, na, na je uren? ze van, eigenlijk niet. Ik had dat nooit in mijn leven gehad. Ik kreeg een stuk of drie mails achter elkaar. Van verschillende personen die waarschijnlijk in dezelfde klas zaten. Om bijles van mij te kunnen krijgen. Wat? Dat was wel chic. <laughs> ja? Dubbelpumper of Sander? Ik heb echt. Dubbelpumper of Sander? Ik heb echt tandpijn, man. Ai, dat is minder. Ik hoop dat je niet te veel tandpijn meer hebt. Nu, ik weet waarom. Het was van het lachen. maar vraag me altijd af als ik grappig ben. Ik heb nooit een gevoel dat ik grappig ben, man blijkbaar wel. <laughs> dan moest je, je tandpijn hebben en het is ernstig, ja naar een tandarts. Ben ik vaak genoeg geweest, want ik heb heel, heel lang blokjes gehad en kijk naar mijn oude video's dan val je achterover. Huh. Ik kijk daar liever. Dan had ik deze bril op. <laughs> Ja, normaal heb ik deze bril ook weer achter de schermen. Normaal heb ik deze bril standaard op. Voor de video's heb ik deze op. Deze is veel sterker. Oh, deze heb ik eventjes tussen gezet om iets duidelijk te maken. Van Maxje 04 Hey man, als ik vragen mag. Hebben ze terug toelating gegeven tot het filmen in de attracties? En wat heb je ervoor moeten doen? Greets. Um, dat wil ik eventjes verduidelijken in verband met de, met de video's van vlogs. Als wij vlogs gaan opnemen in een pretpark. Vraag je misschien af. Hey, mag je alles filmen? Mag je in attracties filmen? Standaard nee. En heel veel op voorhand, meestal een maand op voorhand, zit ik mails te sturen naar de parken, over en weer, om eventueel promotie te krijgen. Wat we soms krijgen, soms mogen ze ons gratis binnen, oftewel dat wij volledig toelating krijgen. Meestal hebben wij toelating op het hele park, en krijgen we exclusieve toegang ook voor het filmen in de attracties en achtbanen. Bijvoorbeeld bij Energielandia mag dat niet. De toegang gevraagd, ze zeggen, ga maar naar binnen. Je moet, uh, je moet naar de controle gaan, je krijgt een plakkertje, en alles is in orde. En dat was ook zo. Ik kwam binnen, ik had even... Zien, alles was in orde en we mochten filmen. Dus ja, als je naar een pretpark gaat en je wilt filmen, vraag alsjeblieft op voorhand. Foto's nemen mag natuurlijk met een GSM niet filmen. In de attracties met een GSM alsjeblieft niet doen, want dat is vrij gevaarlijk. Film altijd met de juiste gear: dus met een GoPro en met een harness. En ja, dus dan weet je dat. It's just daan, die kom ik gigantisch vaak tegen. Leuke video weer. Ik was een tijdje op vakantie, maar ik ben weer terug. Ja, ik was ook een tijdje op vakantie geweest, daarom al die vlogs. En uh, ja, leuk dat je terug bent. Fijn dat je terugkijkt trouwens. Dus daar. Maar uh, ja, ik ga binnenkort ook weer kort op vakantie. Ik heb een komend weekend dat, waarbij je geen views gaat te zien krijgen. Misschien een vlog. Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk zal er een vlogje uitkomen. Maar dan ben ik ook een paar weekendjes weg. Dus uh, ook een beetje zelf genieten. En de laatste voor vandaag is van Edward Proxel. Denk ik. Ik die rustig door de description zit te kijken. Deel 2. Pluggen, Vault, Commons, Luckperms en dan opeens random heb je zelfmoordgedachten. Daarom dat ik deze heb tussengezet, ja, dat is om iets, ook weer om iets zuidelijk te maken. S heel soms bij sommige video's, denk maar bij één of twee, staat dat bij. En dat is omdat ik dan ooit iets heb verteld over dat. En dat gaat dan over de, in de plugin dat er een bepaald commando wordt gebruikt dat kan gelinkt worden daaraan. Dus daarom, in België ben je eigenlijk verplicht, als er zoiets tevoorschijn komt in je video, om dan dat, ook dan, uh, de link naar de zelfmoordgedachtes gedoe te sturen. Uh, dus ja, daarom dat het er kan bijstaan. Waarom zit het? Wat een leuke gedachte voor het einde. Hoe Jens, goed gepland. Man. Nee. <laughs> Ik doe het allemaal op voorhand. Wie heeft die reacties verzameld? Ikzelf, een dag geleden. Ik ben ze al kwijt. Oh. Oh. Maar we zijn een keertje op het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Kieven dan dat duimpje omhoog te doen. Raak een keertje dat abonneerknopje aan en vergeet zeker, en vast niet dat, bellicoontje. Een keertje aan te raken. Wauw! En ja, mijn excuses als het een beetje anders was. Het, het, ik, ik, het zit vandaag niet mee. <laughs> het zit echt niet mee. Nou ja, mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei! Het stem zegt: stop Jens. Stop met babbelen. Verzorg uw stem en ga altijd tijd in bed. Au.